De afgelopen maanden hebben we gezien dat large cap aandelen echt stukken beter hebben gepresteerd dan mid- en small cap aandelen. De belangrijkste reden daarvoor is de rentebeweging die we omhoog hebben gezien vanaf midden 2022, begin 2022. Hogere rentes betekent een hogere rentelast voor die mid- en small cap bedrijven die daar relatief meer last van hebben gehad dan large cap aandelen. Wat gaat er nu veranderen? Is dat rentes naar beneden gaan. Niet alleen de kapitaalmarktrentes, maar ook de centrale banken zullen het komend jaar de rente gaan verlagen. Dan kunnen we ook verwachten dat beleggers toch weer die mid- en small cap aandelen zowel in Europa, maar ook in Amerika gaan oppikken. We zagen dat de afgelopen week al, toen de Fed aankondigde echt wel klaar te zullen zijn met het verhogen van de rente en hintte op renteverlagingen komend jaar, ja, dat die mid- en small cap aandelen buitengewoon, of in ieder geval bovengemiddeld, koersrendement en koersherstel lieten zien. Net zo goed als vastgoedaandelen dat deden. Dat is een sector en een asset class naast mid- en small cap aandelen waarvan we volgend jaar toch een wat bovengemiddeld rendement verwachten.